Je krijgt binnenkort een behandeling of operatie. In dit filmpje laten we je zien hoe dat gaat. De behandeling gebeurt onder narcose. Narcose is een type slaap. Je merkt dan niks van wat er gebeurt. Op de ochtend van de behandeling mag je geen ontbijt. Tot 1 uur voor de behandeling mag je wel water, thee, limonade of appelsap drinken. Bij baby's gelden de volgende regels. Flesvoeding mag tot 6 uur voor de behandeling. Borstvoeding mag tot 4 uur voor de behandeling. In het ziekenhuis krijg je voor de behandeling een ziekenhuisdeurtje. Het plaatsen van dit ziekenhuisdeurtje gebeurt met een prikje. Hier voel je weinig van, want je krijgt eerst toverzalf. Deze zalf tovert het gevoel uit je huid. Een uur voor je naar het ziekenhuis gaat, kan de volwassene de toverzalf aanbrengen op allebei je handen. Dit gaat zo. Er komt een grote klodder toverzalf op allebei je handen. Dat voelt een beetje koud. Bovenop de zalf komt een doorzichtige pleister. De toverzalf zorgt ervoor dat de huid van je handen alvast gaat slapen. Laat dit erop zitten tot je in het ziekenhuis bent. Vergeet niet je knuffel mee te nemen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis krijg je een eigen bed en een speciale pyjama op de afdeling. Er mag 1 volwassene mee naar de operatiekamer. Dat is meestal mama of papa. Deze blijft bij je tot je slaapt. Er komt iemand van de narcoseafdeling het ziekenhuisdeurtje bij je plaatsen. Eerst gaat de toverzalf eraf. Daarna krijg je even een band om je arm en plaatsen we het deurtje. Die voel je niet, want je huid slaapt eigenlijk al. Het ziekenhuisdeurtje wordt vastgeplakt met een berenpleister. Dan wordt het deurtje geopend en komt er wiebelwater in. Hier kan je een beetje draaierig van worden. Dan komt een slaapmiddeltje. Dit ziet eruit als melk. Daarom noemen we het ook wel slaapmelk. Binnen een paar seconden val je in slaap. Vergeet niet een leuke droom uit te kiezen. De behandeling gaat nu beginnen. Daar merk je helemaal niks van. Bij sommige operaties wordt er een extra verdoving geplaatst als je slaapt. Dit zorgt ervoor dat je niks voelt na de operatie. Is de behandeling klaar, dan word je weer wakker en is mama of papa bij je. Nu is het tijd voor een ijsje. Als je ijsje op is, mag je terug naar de afdeling.